Hallo, ik ben Diane Wevers, bibliotheek, werk in Bibliotheek Hengelo. De bibliotheek is opgericht door Stork, bijna 100 jaar geleden. In 2019 bestaan we 100 jaar. Daar gaan we groots vieren natuurlijk. En de bibliotheek bestaat nog steeds en blijft natuurlijk ook nog bestaan. Ik heb een heel mooi gedicht gevonden, want ik hou heel veel van poëzie. En ik wou het heel graag even voorlezen. En het gedicht heet Gebouw 25. Stork Plastics Machinery. En het is geschreven door Hedy Hempe in 2011. Kijk, daar staat hij. Naakt, alleen nog een skelet is overeind gebleven. Aan het licht gebracht als een vondst. Kijk, daar staat hij. Een geraamte uit vroege tijden, toen het dak nog dienst deed als beschutting voor mens en machine. Kijk, hier staat hij, naakt, alleen nog een herinnering doet dienst als aankleding van een parkeerplaats. De mooiste van Hengelo. En het is een gedicht wat gaat over het hijsgebouw. Nou, wat ik heel leuk vind is dat er straks een grote theatervoorstelling Stork is in augustus. Van augustus tot september begreep ik. En daar ga ik uiteraard naartoe. Ik heb mezelf opgegeven als vrijwilliger. Maar het lijkt me ontzettend leuk om daar aan mee te werken.